Barbara is chagrijnig. Vanmorgen vroeg begon het al. Toen ze brood wilde gaan snijden, sneed ze zich in haar vinger. Bas had de dag daarvoor namelijk het broodmes geslepen. Maar daar had ze natuurlijk niet meer aan gedacht. Even later kookte de melk over. En in de haast om het gas uit te draaien, gleed ze ook nog uit op het gladde zeil dat ze de vorige dag had gewreven. En nu zou ze net de was buiten hangen en laat het nou pijpenstelen gaan regenen. Dat zul je nou altijd zien, moppert ze. Leuk hoor, net op maandag. Precies als ik de was eens lekker buiten wil hangen en boodschappen moet doen. Zo, is de koffie bruin? Zegt Bas, terwijl hij zijn natte jas over de stoel hangt. Nee, snauwt Barbara, en leg je jas alsjeblieft ergens anders neer. Nou, nou, zegt Bas, ik kan er ook niks aan doen hoor, dat het regent en dat je in je vinger gesneden hebt. Dan had je dat mes niet zo scherp moeten slijpen, moppert Barbara. En je had er zelf om gevraagd, zegt Bas. Maar waarom laat je de was niet een dagje staan, zegt hij, terwijl hij zijn jas netjes aan de kapstok hangt. Dan kun je fijn eens wat anders gaan doen, handwerken of zo. Ja, en morgen zeurt meneer weer om een schoon overhemd, moppert Barbara. En handwerken, dat is wel het laatste waar ik zin in heb. Dan ga je wat lezen, zegt Bas onverstoorbaar. Joh, hou toch op, ik heb nergens zin in met zulk weer. Nou, ik vind het anders prima weer hoor, zegt Bas. Zo'n stortregen is heel goed voor de tuin. Ja, goed voor de tuin, moppert Barbara verder. Ga maar eens naar je gladiolenbollen kijken. Die zijn volgens mij al lang verrot. Bas moet haast een beetje lachen, maar hij kan zich inhouden. Dat zal je meevallen, zegt hij, terwijl hij opstaat om zelf maar even koffie te zetten. Na regen komt zonneschijn en je zult zien, zo gauw de warme lentezon zich weer laat zien, schieten de gladiolen als paddenstoelen uit de grond. Wil je ook een bakkie? Bromt Barbara. Als Bas even later terugkomt met twee geurige koppen oploskoffie, probeert hij haar op een andere manier van haar slechte humeur af te helpen. Weet je waar je nu een beetje op lijkt? Hou je grapjes maar voor je, bromt Barbara. Je lijkt net een gladiolenbol, zegt Bas lachend. Zonder een beetje zonneschijn is er geen beweging in te krijgen. En dan denk jij zeker dat je het voorjaarszonnetje bent, zegt Barbara, die nu een beetje moeite heeft om boos te blijven. Nou, wees eens eerlijk, zegt Bas. Doe ik mijn best soms niet om je te ontdooien? Ja hoor, je bent het zonnetje in huis, antwoordt Barbara. En de warme koffie doet de rest. Met de laatste slok verdwijnt ook het laatste beetje van Barbara's slechte humeur. Neem me niet kwalijk hoor, zegt ze even later tegen Bas, dat ik zo lelijk tegen je deed. Och, zegt Bas, ik ben al lang blij dat het zonnetje weer is doorgebroken bij je. En kijk eens door het raam. Als ik het goed zie, zal het buiten ook niet zo lang meer duren. En ja hoor, Bas heeft gelijk. En het duurt dan ook niet lang meer of de schone was van Barbara hangt te blinken in de zon. En een overhemd voor Bas hangt er ook bij. Ben jij ook wel eens chagrijnig? Vervelend is dat, hè? Dan lijkt het net of er niks leuks meer is. Je hebt nergens zin in en je hebt aan iedereen een hekel. Het enige wat je dan nog kunt is grauwen en snauwen. Ja, waardoor komt dat nou? Vaak word je chagrijnig als je niet weet wat je doen moet. Dan ga je je vervelen en voor je het weet is het zover. Of als je plannen in de war gestuurd worden. Daar kun je ook goed chagrijnig van worden. Kijk maar naar Barbara toen ze haar was niet buiten kon laten drogen. Maar weet je wat nu zo lastig is? Als je chagrijnig bent, dan maak je je niet alleen boos op datgene wat je dwars zit, maar dan ben je boos op alles en iedereen, ook al hebben ze er helemaal niks mee te maken. Zelfs die goedzak van een Bas werd er het slachtoffer van bij Barbara. Maar je wil weten hoe het komt, hè? Nou, om te begrijpen hoe je door iets kleins helemaal vol kunt worden van chagrijnigheid, moet je eens naar je wijsvinger kijken. Erg groot is die niet, hè? Nou, die van mij ook niet. Maar toch kan die soms groter zijn dan een heel huis. Weet je hoe? Als je hem vlak voor je ogen houdt. Ja, dan kan die zelfs groter zijn dan de hele wereld. Als je vinger maar dicht genoeg voor je ogen houdt, dan zie je niks anders meer. Dan zit de hele wereld erachter. En zo is het met teleurstellingen vaak ook. Die kunnen soms zo groot voor je worden, net als die vinger, dat je niks anders meer ziet. Daardoor lijkt alles donker en dan krijgt de chagrijnigheid je helemaal te pakken.
of ik weet waar jij chagrijnig van wordt. Nou, vertel eens. Van tekort slaap. Ja, dat kan ook. Dan raak je oververmoeid. En dan word je weer prikkelbaar van en chagrijnig. Goed, we weten nu zo'n beetje waar je het allemaal van kunt krijgen. Maar het is natuurlijk veel belangrijker om te weten hoe je ervan afkomt. Ja, vroeger naar bed. Dat is altijd een goed recept. Mensen die goed uitgerust zijn, hebben meestal veel minder last van chagrijnigheid dan anderen. Als je zorgt voor een goede nachtrust, dan kun je veel meer hebben. En wat was bij Barbara de oplossing? Ja, een grapje van Bas. Want daardoor ging ze zien dat het regenbuitje helemaal niet zo'n groot probleem was. Het probleem was, om zo te zeggen, niet groter dan haar wijsvinger. Maar grapjes en vroeg naar bed gaan helpen natuurlijk niet altijd. Vooral niet als je chagrijnig bent of in de put zit, doordat er echt problemen zijn. Daar wil ik je toch wel wat over vertellen. Want vroeg of laat krijgen we er allemaal wel eens mee te maken. En dan is het goed als je weet wat je dan doen moet. Laten we eens gaan kijken naar Paulus. Want die heeft zijn portie aan moeilijkheden en teleurstellingen ook wel gehad. En niet van die kleine ook. Denk maar eens aan die vervolgingen. En dat iedereen hem in de steek liet. Hij was daardoor natuurlijk wel eens verdrietig. Maar toch krijg je niet de indruk dat hij daar alsmaar chagrijnig door was. Of in de put zat. Integendeel. Weet je wat hij schreef? Verblijd u in de Heere te allen tijden. Wederom zal ik zeggen, verblijd u. Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. Hij schrijft dus dat we altijd blij moeten zijn en vriendelijk tegen iedereen. Nou, dat is precies het tegenovergestelde van in de put zitten en chagrijnig zijn. Blij zijn met je problemen? Nee, dat schrijft Paulus niet. Van je problemen word je alleen maar verdrietig in plaats van blij. Daarom bedoelt hij ook niet dat je blij moet zijn met je problemen, of omdat je plannen in de war worden gestuurd. Nee, hij zegt dat we blij moeten zijn in de Heere. Verblijd u in Heere te allen tijden, staat er. Dat betekent dus dat je altijd blij mag zijn met de Heere Jezus. Met alles wat hij voor je gedaan heeft. En dat je bij hem mag horen. En dat hij je het eeuwige leven geeft. Als al alles je tegenzitten, dan nog kun je daar ontzettend blij mee zijn. En als die blijdschap over de Heer Jezus in je hart komt, is het net of het licht aangaat. Daar kan de duisternis van je chagrijnigheid niet tegenop. Maar daarmee zijn je problemen natuurlijk nog niet opgelost. Want die verdwijnen daar niet door. Nou, laten we het recept van Paulus nog maar eens verder lezen. Hij schrijft namelijk dat we ons over die problemen geen zorgen hoeven te maken, maar dat we ervoor moeten bidden. Kijk maar. Wees in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. Zit er dus maar niet over in, schrijft hij, maar leg je wensen aan God voor in je gebed. En vergeet niet om hem te danken dat hij naar je luistert. Nou, dat klinkt wel heel erg makkelijk, hè? Bijna te makkelijk. Maar als je het echt gaat doen, dan zul je tot je grote verrassing gaan merken dat God er inderdaad voor zorgt dat er altijd weer een oplossing komt voor je probleem. Dus, als er moeilijkheden zijn, moet je twee dingen doen. Verblijd je in de Heere en bid voor je probleem. Als je blij bent met de Heere Jezus, dan verdwijnt je chagrijnigheid. En door voor je moeilijkheden te bidden, komt er op de een of andere manier een oplossing. En hoe vaker je dat meemaakt, hoe makkelijker het dan voor je wordt om niet meteen chagrijnig te worden of in de put te gaan zitten als er moeilijkheden komen. Als je doet wat Paulus schrijft in zijn brief, dan zul je merken dat de onrust uit je hart verdwijnt, want de vrede van God komt ervoor in de plaats. Kijk maar, hier staat het. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. En dat het blij zijn met de Heere Jezus alles anders maakt, kun je ook gaan zien in het Bijbelverhaal waar we nu naar gaan kijken. Is het toch mogelijk geweest dat het zo afgelopen is? Nee, ik kan het niet begrijpen. Het is afgelopen. Het is een mooie droom geweest. Meer niet.
Al meer dan 3 dagen heeft Thomas zichzelf opgesloten in zijn huis. Zijn vrienden hadden afgesproken om zondags bij elkaar te komen. Maar Thomas had geen behoefte gehad aan gezelschap. Hij wil alleen zijn. Trek in eten heeft hij niet en slapen doet hij ook niet veel. Hij wil denken. Hij wil begrijpen. Maar hoe hij ook piekert of denkt, hij vindt geen oplossing. Het was misgelopen, gewoon falikant misgelopen. 3 jaar waren hij en de anderen met Jezus meegetrokken. 3 jaar hadden ze vlak naast Jezus geleefd. En dat was lang genoeg geweest om heel zeker te weten dat hij de lang verwachte redder was. Hij, Thomas, en vele, vele anderen hadden het met heel hun hart geloofd. Maar de leiders van het volk hadden hem een gevaarlijke bedrieger genoemd. Ze loerden op een goede gelegenheid om Jezus te pakken te krijgen. Met z'n allen hadden de leerlingen Jezus nog gewaarschuwd. Hij wilde naar Bethanië, vlakbij Jeruzalem, omdat hun vriend Lazarus gestorven was. Gaat u toch niet, hadden ze gezegd. De leiders willen u doden. Maar Jezus wilde per se wel. Goed dan, had Thomas toen gezegd. Dan gaan we mee, om met Jezus te sterven. In Bethanië had Jezus Lazarus opgewekt uit de dood. Maar al vlug daarna hadden de leiders Jezus gevangen genomen. En het was niet eens moeilijk geweest, doordat Judas, één van de leerlingen notabene, de hele zaak verraden had. Binnen 1 dag tijd was Jezus veroordeeld tot de dood aan het kruis. Als een misdadiger had hij daar samen met 2 struikrovers op Golgotha gehangen. Dat beeld zal nimmer uit de herinnering van Thomas weg te branden zijn. Jezus, hun rabbi, hing daar te sterven. En daarmee was ook al hun hoop op de redding van Israël de bodem ingeslagen. Voor de zoveelste keer probeert Thomas deze ellendige gedachten van zich af te schuiven. Maar even zoveel keren komen ze weer terug. Alles. Alles is zinloos geworden nu. Er is aan de buitendeur geklopt. Ongeduldig en hard. Bezoek. Dat is nou wel het laatste waar Thomas behoefte aan heeft. Het zijn de vrienden. Hé, Thomas. We komen je iets geweldigs vertellen. Iets geweldigs? Thomas kijkt ongelovig naar de stralende gezichten van Petrus, Johannes en de anderen. Wat kan er zo geweldig zijn? Na alles wat ze de laatste dagen doorgemaakt hebben? Ja, Thomas, het is geweldig. We zijn zo blij. We zijn meteen hierheen gekomen om het je te vertellen. Want Jezus is niet meer dood. Hij leeft. Heus waar, het graf is leeg. En we hebben hem met eigen ogen gezien. In hun blijdschap struikelen ze haast over hun woorden. Ze praten door elkaar en de een vult de ander aan. Het was jammer dat je gisteravond niet was. Voor we wisten wat er gebeurde, stond Jezus midden tussen ons in. Verbaasd kijkt Thomas van de een naar de ander. Maar dan schudt hij zijn hoofd. Onmogelijk. Jullie zijn in de war. Het verdriet is jullie te machtig geworden, stamelt hij. Jullie bazelen maar wat. Nee, echt niet, springen de anderen in. En wij zijn trouwens niet de enigen die Jezus hebben gezien. Hij is ook aan Maria van Magdala verschenen. Ze treurde bij het graf toen Jezus op haar afkwam. Eerst dacht ze dat het de tuinman was. Maar toen hij haar naam noemde, toen zag ze dat het Jezus was. En, valt een ander in de rede, 3 andere vrouwen hebben een engel gezien in het open graf. En die engel vertelde ook dat Jezus opgestaan was. En 's avonds begint een ander weer. 'S avonds kwam Cleopas aanzetten met een verhaal. Hij was net met een vriend onderweg. Maar toen werden ze door een andere reiziger ingehaald. En die vreemdeling vroeg waar ze het zo druk over hadden met elkaar. En toen ze hem vertelde dat het over de dood van Jezus ging, wist hij daar heel andere dingen van te vertellen. Afijn, toen ze thuis waren, bleef hij bij ze eten. En toen hij het brood brak, toen herkenden ze hem. Het was Jezus. En toen? Vraagt Thomas. Toen was hij verdwenen. Zie je wel, zegt Thomas. Allemaal verbeelding. Jullie zitten elkaar wat wijs te maken. Jezus is dood. Dat heb ik met mijn eigen ogen gezien. En zolang ik niet met diezelfde ogen Jezus levend voor me zie staan, en zolang ik niet de wonden van de kruisiging in zijn handen kan zien, geloof ik niks van alles wat jullie vertellen. Een beetje onthutst hebben de anderen Thomas' uitbarsting aangehoord. 1 ding schijnt hem maar te kunnen overtuigen. En dat is Jezus zien. Thomas, zegt een van de vrienden, kom dan in ieder geval zondag bij ons. We hebben afgesproken om dan weer bij elkaar te komen. Die zondagavond, bijna 1 week later,
zijn de leerlingen weer bij elkaar. Thomas is er ook. Maar hij voelt zich niet erg op zijn gemak. Iedereen is opgetogen en blij. Er worden allerlei belevenissen uitgewisseld. Ook Petrus heeft Jezus gezien en Jacobus. Nou, hij kan er niet blij over zijn. Maar opeens gebeurt er iets wonderlijks. Wat de week ervoor gebeurde, gebeurt nu weer. Terwijl alle deuren dicht zijn, is Jezus binnengekomen. Na de eerste kreten van blijdschap en erkenning wordt het stil. Ik wens jullie vrede, zegt Jezus dan. En dan keert hij zich naar Thomas. Hier, Thomas, zegt hij. Bekijk mijn handen. Twijfel niet langer, maar geloof. Wat er op dat moment door Thomas heen gaat, is niet te beschrijven. Hij ziet de wonden van de spijkers. Hij kan niet meer twijfelen. Een golf van blijdschap stroomt door hem heen. En hij roept het uit. Mijn Heer en mijn God. Nu ziet de toekomst er heel anders uit. Waarom alles zo moest gaan, dat begrijpen ze nog niet precies. Jezus zal dat zelf nog wel uitleggen. Maar één ding begrijpt Thomas wel. Namelijk dat de opstanding van Jezus uit de dood iets heel belangrijks is. Het betekent dat de dood overwonnen is. En dat er voor iedereen eeuwig leven is. Eeuwig leven dat begint op het moment dat je tot geloof komt. Zoals Thomas dat net heeft meegemaakt. En daar kun je geweldig blij over zijn. Je hele leven lang. Elke dag opnieuw.